voor mij is dit inderdaad wel de ontdekking van de eeuw. Ja, eerst maar even naar drie. In de middeleeuwen liepen er ridders en jonkvrouwen. Nu is het een boerenerf aan de dood weg. Castricummer Hans heeft door veel speurwerk hier een kasteel diep onder de grond ontdekt. Toen begon het wel te kriebelen dat ik dacht, hier hebben we een hele bijzondere plek gevonden. Hier 750 meter vandaan ligt het kasteel Kronenburg. Dus dat zo dicht bij zo'n kasteel nog een kasteel heeft gestaan, dat is wel heel bijzonder. En het is ook heel oud. Van wie was dat kasteel? Nicolaas Heer Dirkszoon. Zo wordt hij genoemd in 1338. Archeologen kijken met een weerstandmeter wat er zich onder de grond bevindt. Met dit apparaat kunnen we gewoon zien wat er hier onder de grond zit aan muren en grachten, zodat we weten waar het zit. En op het moment dat ik hem neerzet op de grond, dan begint hij te meten en dan slaat hij die meting hier op in deze computer die hierin zit. De computer maakt daar een plaatje van. Hier zit nog echt een verborgen kasteel, zit hier nog netjes onder de graszoden. En dat is toch wel bijzonder dat kasteel dan gevonden is. En dat we dat nou toch leuk kunnen, zichtbaar kunnen maken. Dat is natuurlijk fantastisch. Ik doe wel meer ontdekkingen door dat speurwerk. En dan zegt mijn dochter heel vaak, oh pap, de ontdekking van de eeuw. Maar voor mij is dit inderdaad wel de ontdekking van de eeuw, ja.